Op de A50 ter hoogte van Nistelrode ontstond dinsdagochtend een grote file omdat een vrachtwagen met hooi in brand was geraakt. Het verkeer vanuit de richting Eindhoven naar Os kwam stil te staan. Omstreeks 5:30 dinsdagochtend kreeg de brandweer de melding dat er een hooiwagen in brand stond. Het hooi bleek lastig te blussen. De klus nam het grootste deel van de ochtend in beslag. De brandweerkorpsen van Nistelrode, Os, Ude en Schaik kwamen daarbij in actie. De rookontwikkeling was in de verre omtrek te zien. Voor de bluswerkzaamheden moest een rijbaan gedeeltelijk worden afgesloten. Het verkeer kon stapvoets de plek van de brand passeren. Over de oorzaak van de brand was dinsdag nog niks bekend.